hoe zorgde een Fransman ervoor dat wij meer van Nederland gingen houden? Dit is de Universiteit van Nederland. De Nederlander bestaat niet. Dat zijn de intussen beroemde woorden die Maxima uitsprak in 2007 bij de presentatie van een WRR-rapport, een wetenschappelijk rapport van de regering. En we gaan even luisteren naar een fragment waarin zij die woorden uitspreekt. Nederland is één koekje bij de koffie, maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is nuchterheid en beheersing, pragmatisme, maar ook samen intenties, emoties beleven. Nederland is dus veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. De Nederlander bestaat niet. Als troost kan ik u zeggen dat de Argentijn bestaat ook niet. Ja, jullie hebben het gehoord. De Nederlander bestaat niet, maar de Argentijn ook niet. Wie is het eens met Maxima? Ja, vrijwel iedereen. Toch viel heel Nederland over haar heen. Want het is natuurlijk wel een beetje raar dat de aanstaande koningin van Nederland zegt: de Nederlander bestaat niet. Als iemand er nou belang bij heeft dat de Nederlander wel bestaat, dan is het wel de aanstaande koningin van Nederland, die afhankelijk is van het feit dat de Nederlander bestaat. En door het al zo te benoemen, bestaat de Nederlander misschien toch eigenlijk wel. Nou, er waren allerlei mensen heel erg boos over deze uitspraak. En met name de Oranjeverenigingen. De Oranjeverenigingen die kwamen met een statement van protest. En ik wil hier graag de boze reactie van de voorzitter, Michiel de Zonneviel, van de Oranjeverenigingen laten horen. Hij zei: ik ben ervan overtuigd dat er wel degelijk een Nederlandse identiteit is. Het feit dat in ons land 16 tot 17 miljoen mensen dezelfde taal spreken, is daarvoor ook een aanwijzing. En hij ging nog even door. Hij wees ook op het idee van een viering als 4 mei. Koninginnedag, belangrijke dagen waarop wij dat Nederlanderschap koesteren. De vraag is natuurlijk wel, heeft Maxima gelijk? Bestaat die Nederlander nu wel of niet? Nou, uit mijn onderzoek blijkt, ik heb me nogal verdiept in de 19e eeuwse letterkunde, dat de Nederlander wel degelijk bestaat. Er is met name één periode geweest waarin de Nederlander het meest tot leven is gewekt, en dat is de Napoleontische periode. Om precies te zijn de jaren 1806-1813. Toen was Nederland onderdeel van Frankrijk. We hadden hier eerst een Franse koning tussen 1806 en 1810, Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte. En daarna werd Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk, de inlijvingsperiode van 1810 tot 1813. Het standaardbeeld is dat er weinig verzet was tegen die Franse overheersing. Maar niets is minder waar, want schrijvers en dichters klommen in de pen om te laten zien dat de Nederlander bestond en vooral moest blijven bestaan. Er ontstond een rijke verzetsliteratuur waarin die Nederlander gekoesterd werd en op een hoog voetstuk gezet werd. Maar eerst even, wie was Napoleon ook alweer? Ik heb hem meegenomen. Hier is hij, de kleine man. Deze kleine man heeft de Europese geschiedenis veranderd, naar zijn hand weten te zetten. Hij benoemde zichzelf tot consul van Frankrijk in 1799. En werd aanvankelijk nog als een goede vredestichter beschouwd, omdat hij de oorlog met Engeland stopte in 1802 en de vrede van Amiens bracht. Maar het veranderde snel toen de ware ambities van Napoleon bleken. De grootste veldslagen uit de Europese geschiedenis zijn toen uitgevochten. Bij Jena, bij Austerlitz en toen Napoleon ook heel Rusland probeerde te veroveren. Toen was het eigenlijk één stap te ver, één brug te ver, want hij werd jammerlijk verslagen eerst bij Leipzig in 1813 en vervolgens bij de Slag van Waterloo. Napoleon vond uiteindelijk zijn ondergang, zijn Waterloo, in 1815 daar. Maar intussen heeft hij wel enorme impact gehad op de Nederlandse geschiedenis. En met name die jaren 1806-1813, toen hij het hier voor het zeggen had. Er kwam een groot verzet tegen zijn regime opzetten. En dat ging onder andere over de dienstplicht, de conscriptie.
Hij trok het hele land leeg. Alle Nederlandse zonen moesten in zijn leger meegaan vechten tegen de Russen. En dat bracht veel verzet teweeg. Maar ook de censuur die hij bijvoorbeeld instelde, een strenge censuur op drukwerk, of zoiets als hoge belastingen. Kortom, er was verzet. En dat verzet had ook te maken met de Nederlandse identiteit. Want men was natuurlijk ook bang dat de Nederlander op zeker moment helemaal niet meer zou bestaan, maar dat we Fransen zouden worden. Verzetsliteratuur, die bevat echt een soort nationalisme in optima forma en het is behoort tot mijn favoriete lectuur, dat soort literatuur. Waarom? Omdat je daar een soort verheerlijking van die Nederlandse identiteit vindt, waar we ons vandaag de dag nauwelijks meer iets bij voor kunnen stellen. Het is misschien te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, de angst dat je door een ander geregeerd wordt. En die roept dus ook de heftigste gevoelen van, wat is het nu eigenlijk om Nederlander te zijn? En waar zijn we eigenlijk trots op als Nederlanders? Ik wil jullie twee voorbeelden geven van die meest nationalistische literatuur die ooit geschreven is. En dan begin ik bij Helmers. Jan Frederik Helmers. Hij schreef één gedicht wat hem beroemd heeft gemaakt in die periode en dat is De Hollandse Natie. Ik heb een origineel exemplaar uit 1812 meegenomen. Hier is het. Het is helemaal stuk gelezen zoals je ziet. En dit is één van de bekendste verzetswerken uit die tijd en is ook een klassieker uit de Nederlandse letterkunde geworden. Ik wil jullie graag de eerste 10 regels van dat gedicht gaan voorlezen. En dan voel je die echte verzetsdrang en die echte drang om dat Nederlanderschap op de kaart te zetten. Ik juich! Geen hoger hel heeft ooit mijn ziel gestreeld dan dat ik, Nederland, ben op uw grond geteeld. Dat van de heldere glans die van u af mocht stralen, een nietig sprankje op mijn schedel af mag dalen. Dat ook ik deel in de eer, den roem dien het voorgeslacht, het verbaasde roop ten trots aan ons ten erfgoed bracht. Nog 4 regels te gaan. Maar voelen jullie het al? Het gevoel van urgentie? Ik zweer bij dat erfdeel, bij de trouw en deugd der vaderen, dat steeds de dankbaarheid zal gloeien in mijn aderen. Kijk, hier komen we bij het echte bloed- en bodemgevoel. Ja, ik blijf, o vaderland, tot aan het uur des doods, als Nederlander, op dien schone eernaam groots. Nou, dat is toch prachtig, nietwaar? Je moet het in de context van die tijd bekijken. Ik kan wel verklappen dat studenten die dit verplicht moeten lezen het afschuwelijk vinden. Ze weten niet hoe ze zich door die 3000 versregels heen moeten worstelen. Maar er is ook één echte liefhebber van dit soort literatuur geweest en dat was Boudewijn Buug. Een bekende schrijver in de jaren 1980-90, bekend van onder andere De Kleine Blonde Dood. Hij heeft wel eens bekend dat hij het liefst De Hollandse Natie aan zijn kat voorlas en dat zijn kat dan hartstochtelijk begon te miauwen. Dus ze zijn er wel, die liefhebbers. Maar het zijn er maar een paar. Tweede voorbeeld. Ik ga naar een Haarlemse dichter en uitgever, Adriaan Loosjes. Hij publiceerde in 1808 Het leven van Maurits Lijnslager. En daarin creëerde hij een soort rolmodel, een soort super-Nederlander. Dat boek is 1600 pagina's lang en we vinden daarin het leven van Maurits verteld. 3 delen heeft het. In het eerste deel wordt Maurits geboren, 2 dagen na de slag bij Nieuwpoort in 1600. Want het speelt zich af in de 17e eeuw. Hij is een 17e eeuwse koopman. Niet voor niks de 17e eeuw, omdat dat het hoogtepunt is van de Nederlandse beschaving. Die gouden eeuw. En die Maurits die maakt een reis door Europa. Een soort grand tour. Hij gaat alle landen af, behalve Frankrijk. Want zegt hij, nou ja, daar zijn toch geen genieën te vinden. Frankrijk, dat loopt zo achter bij alle andere landen. Een sneer natuurlijk naar Napoleon. Maar hij heeft ook allerlei gesprekjes onderweg. Zo komt hij bijvoorbeeld in Italië Galileo Galilei tegen. En die gesprekjes gaan ongeveer steeds zo. Ze maken kennis met elkaar. Dag Galileo, zegt Maurits. En dan zegt Galileo, dag Maurits, hoe is het met jou? En dan steeds aan het einde van het gesprekje concludeert de buitenlander, ja, jullie Nederlanders, jullie zijn echt geweldig. Geen enkel land kan jullie overtreffen. En zo gaat dat elk land door. In België ontmoet hij Rubens en ook Rubens zegt, ja, wij kunnen wel een beetje schilderen, maar jullie Nederlanders, jullie kunnen pas echt goed schilderen. Dus het is één grote verheerlijking van de vaderlandse helden uit de 17e eeuw. In het tweede deel trouwt Maurits met Maria van Vliet. Ze hebben een ideaal huwelijk. 6 kinderen krijgen ze. En ieder kind is weer een straaltje op hun huwelijksgeluk.
In het derde deel wordt hij grootvader, hij wordt oud. En met trots ziet hij hoe zijn kleinzoon mee gaat vechten bij een van de belangrijkste slagen in de 17e eeuw, de slag bij Chatham. En enkele dagen later sterft Maurits. En die laatste zin die zegt alles. Hij stierf als een voortreffelijk voorbeeld van vaderlandse en christelijke deugden, die als een beschermgeest over zijn nageslacht bleef waken. Hij was een braaf burger en een deugdzaam christen. Kortom, Maurits als de ideale Nederlander. Loosjes wilde heel graag een tweede druk uitbrengen van het boek in 1812. Maar dat werd verboden door de Fransen en daar was Loosjes woedend over. En hij schreef een gedicht waarin hij zijn woede uitdrukte. Geheel verpletterd door de Franse dwinglandij, die zelfs de kleinste zucht van het Hollands hart smoren, wordt Maurits herdrukt door het geweld ontzegd aan mij. En dan zegt hij ook nog in dat gedicht, ik zou niets liever willen dan dat iedereen, elke Nederlander, een soort evenbeeld, een levend beeld van Maurits zal wezen. Dus hij dicht hier als het ware de kloof tussen fictie en werkelijkheid. Hij zegt hier, die Maurits Lijnslager, dat zijn jullie. Jullie zijn zelf die Nederlanders die die Nederlandse identiteit hoog moeten houden in deze tijden van crisis. Kortom, Maurits als de ideale Nederlander. Loosjes was zo tevreden over zijn werk dat hij nog met een vervolg kwam. Het leven van Hillegonda Buisman. Een 17e-eeuwse vrouw die net zo ideaal was als Maurits. Ze was vooral goed in liefdadigheid. Nou deden mij die figuren, Maurits Lijnslager en Hillegonda Buisman, aan bekende Nederlanders denken. Bij Maurits Lijnslager kwam er steeds weer hetzelfde beeld van dezelfde Nederlander in mij opzetten. Ik dacht, het DNA van Maurits leeft nog steeds. En ik moest heel erg denken aan premier Balkenende. Op de een of andere manier, al die deugden die Maurits representeert, die vond ik terug in Balkenende. En iets soortgelijk geldt voor Hillegonda, die niet ophoudt met liefdadige werken te doen en steeds weer aan andere mensen in haar omgeving denkt. Ja, daar kwam ook een soort bekende Nederlander bij me opdoemen, die op de een of andere manier dat weer heel sterk representeert. Namelijk prinses Laurentien. Die twee, als het ware, een soort moderne varianten van Maurits en Hillegonda, de ideale Nederlanders, die, jawel, dankzij een Fransman geboren werden. Dat moeten we niet vergeten. Want het was Napoleon die die verzetsliteratuur een enorme impuls gaf en daarmee onbedoeld eigenlijk ook de Nederlandse identiteit een impuls gaf. Dus dankzij deze Fransman kwam eigenlijk de ware Nederlander, het ideaaltype, extra naar boven drijven. Maurits en Hillegonda nog steeds herkenbaar in bepaalde types, zouden we kunnen zeggen, van onze Nederlandse samenleving. Nou, wat je dus ziet is dat in tijden van crisis dat gevoel van Nederlanderschap een belangrijke impuls krijgt. Dat is ook het geval bij grote rampen. Wil je nu weten waarom we ons extra Nederlander voelen na een ramp? Kijk dan naar het volgende college. APPLAUS.